IJssel TV wordt mede mogelijk gemaakt door Beeldwijzer en Studio 88. Prachtig gekleurde lampions in de binnenstad van Kampen, want het is Sint Maarten. De laatste lampions worden nog snel in elkaar gezet en andere zijn er al helemaal klaar voor. Al lijken zij wel een beetje in de war met dat feest uit Amerika, Halloween. Alleen bij Halloween gaat het meer om het verkleden, vind ik. De meeste bezoekers van de Sint Maartentocht in Kampen blijven bij de oud-Hollandse traditie en laten Halloween liever links liggen. Weet ik niet. Ik denk dat dat ook heel leuk is, maar ik vind dit vanavond heel erg leuk. En vooral ook lekker Nederlands, hè? Ja, heel Hollands. Het wordt steeds Hollandse weer. Het is een tijd weg geweest, maar langzamerhand zie je het overal in de stad weer terugkomen. Dus dat is wel leuk. En dat veel mensen er zo over denken, is te zien aan de grote opkomst. Zo'n 100 kinderen zijn aanwezig. En de organisatie is dan ook super blij. Ongelooflijk. Wat een drukte. Erg leuk. En waarom hebben jullie dit nou allemaal georganiseerd? Nou, ik vond het zelf vroeger te gek om snoepjes te halen met Sint Maarten. En toen we in Kampen kwamen wonen, kwamen we erachter dat het hier nog niet helemaal geland was. Dus we hadden het idee, laten we er een gezellige avond van maken. Kampen leent zich er prachtig voor, vooral hier het historisch centrum. Met alle lichtjes die hier in de burgel glinsteren. En het ziet er gewoon schitterend uit. En daar kunnen we niet binnen blijven. Rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ik heb het vroeger zelf ook gedaan. En het heel bijzonder. Ik kwam bij iemand in 1946 die dit niet kende. En dat was in Anlo. En de man die was zo royaal, die vond het zo geweldig. We waren met 4 broers en we kregen allemaal toen een Rijksdaalder. En de Rijksdaalder is nu 25 gulden. Euro. En dat geeft u vandaag niet? Helaas. Ik ben arme gepensioneerde. Maar gelukkig, de kinderen zijn vanavond niets tekort gekomen. Thank you.